Maar hoe groot zou die maag nou in totaal kunnen worden? Hoeveel zou dat inpassen? Hoe werkt ons maag-darmstelsel? Of in kindertaal, hoe werkt het poepen en plassen nu precies? Het is het onderwerp dat vanochtend behandeld werd door de Medische Jeugdacademie op het UMCG. Ruim 90 leerlingen van verschillende basisscholen luisterden in een van de collegezalen naar een uitleg van kinderarts Michel van Vliet. Ja, dat is hartstikke leuk. Dat is hartstikke leuk. Daarvoor ben je van tevoren enorm zenuwachtig. Want je kunt echt beter voor 300 artsen een verhaal vertellen dan voor 90 kinderen. Want je hebt een heel kritisch publiek. En dat betekent dat je je niet kunt permitteren om fouten te maken of rare dingen te zeggen. Want er is er altijd wel eentje die op internet of een bepaald filmpje gezien heeft en zegt van ja, maar volgens mij is het heel anders. Hé, hey, en we poepen, omdat je die restjes die je niet kan gebruiken, die moet je weer kwijtraken. Over hoe je lichaam in elkaar zit, met je darmen en hoe dat werkt. Nou, ik vind het wel interessant. En nu weet ik ook wat meer, dus dan kan ik dat ook aan vader en moeder vertellen. Wat heeft nu de meeste indruk op je gemaakt wat er vandaag verteld is? Daar in de zaal, hoe langer de nieren waren en de darmen, dat wel. Ja, gewoon van alles, hoe het werkt. Ik wist dat allemaal nog niet. Want dan heb je nog een stuk darm, dan heb je de kronkeldarm. En die is 3 meter. Mag ik dan nog een hulp? Een lastig onderwerp met een lastige leeftijdsgroep. Dat is een soort van veel hilariteit, kan ik me zo voorstellen. Ja, absoluut. En dat is ook helemaal niet erg, want dat houdt de boel een beetje levendig. En tussen alle hilariteit door, denk ik dat er toch heel veel informatie aangeboden wordt die ook opgeslagen wordt. En dat kun je ook heel duidelijk merken aan de vragen die na afloop gesteld worden. Tijdens de jeugdacademie is het niet alleen luisteren en vragen stellen. Na ruim een half uur vertrekt de groep naar de patio bij het Prinses Beatrix Kinderziekenhuis, waar verschillende proefjes gedaan kunnen worden die met het onderwerp te maken hebben. Wat heb je zojuist hier gedaan? Nou, er was een wc, dat je daar de foto ziet. Dan moet je rustig, dan moet je de normale plas krijgen, maar dat is best wel moeilijk. Ik heb het net geprobeerd, maar het ging niet helemaal goed. Dus ik had een buikpers. Hij lijkt ook wel een beetje op deze. Bij een andere workshop is Anouk druk in de weer met viltstiften. Nou, ik moet een poepfabriek maken. Dan moet ik tekenen, maar het is een beetje mislukt. Ja, dan krijg je die opdracht. Hoe ga je dan ongeveer te werk? Nou, je tekent een poppetje en dan ga je een oog tekenen en een mond en dan de darmen. En dan ga je zo door. Deze hele dag hier op het UMCG les krijgen over alles wat met poep en plas te maken heeft. Wat vind je daarvan? Ik vind het echt wel grappig. Ja, een heel belangrijk onderwerp wat mij betreft. We weten dat zowel bij kinderen als bij volwassenen, dat bijna 1 op de 5 daarvan af en toe problemen heeft met plassen en poepen. En het herkennen en erkennen van problemen begint met eerst eens weten van ja, maar hoe werkt het nou normaal en hoe zit mijn lichaam in elkaar? Het UMCG laat weten erg tevreden te zijn over deze editie van de Medische Jeugdacademie. Over een kwartaal wordt er opnieuw een academie gehouden. Welk onderwerp dan centraal zal staan, was vandaag nog onbekend.